Estelle Cruyff vertoont opmerkelijk gedrag wanneer een verslaggever van Shonews haar vraagt naar haar vriendschap met Jamie Vaas en Koen Kardashian. Er lijkt iets aan de hand te zijn in het ogenschijnlijk hechte trio, bestaande uit Estelle, Jamie en Koen. Geruchten doen de ronde dat Koen mogelijk minder enthousiast is over zijn vriendinnen, aangezien hij afgekikt is terwijl zij nog steeds betrokken zouden zijn bij het gebruik van verdovende middelen. De een zo hechte band lijkt te verzwakken, en Shonews is vastbesloten om erachter te komen wat er precies speelt. Showkenner Bart Ettenkoven analyseert de situatie, waarbij hij opmerkt dat Koen Pieter en Estelle voorheen goed met elkaar omgingen. Echter, recentelijk zijn de drie niet meer zo vaak samen gezien, wat de nieuwsgierigheid van shownieuws heeft gewekt. Verslaggever Tom Goderi legt de vraag rechtstreeks aan Estelle voor, terwijl ze samen op de foto te zien zijn met het illustere trio. Hij merkt op dat ze op sociale media vaak samen met Jamie en Koen wordt gezien, maar de laatste tijd lijkt dit anders te zijn. Estelle reageert abrupt door haar hoofd af te wenden en te benadrukken dat ze hier is voor Gordon, een duidelijke poging om het gesprek in een andere richting te sturen. Tom blijft echter aandringen en vraagt naar de stand van zaken tussen haar, Jamie en Koen. Estelle lijkt ontwijkend te antwoorden en benadrukt dat alles goed gaat met haar en Gordon. Presentatrice Eremilen merkt op dat dit een opvallende reactie is, terwijl Bart Ettenkoven concludeert dat er waarschijnlijk meer aan de hand is. Evert goeds uit zijn verbazing over de gesloten houding van de geïnterviewde bij het recente feest van Gordon. Hij vraagt zich af of er wel voldoende te drinken was, omdat iedereen zo gesloten lijkt. Bart beaamt dit en Evert merkt op dat er vanavond bij Gordon geen sprake lijkt te zijn van loslippige uitspraken. De mysterie rondom de situatie tussen Estelle, Jamie en Koen lijkt dus voorlopig nog niet opgelost.